Super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe vlog. Welkom bij deze Net Even Alles Toch. Mijn naam is Vincent. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik heb dit lekker bakje koffie gezet. En ik ben wakker geweld. Door mijn schatje. En dan ga ik zo meteen klaarmaken om te werken. En lekker bakken van een bakje koffie genieten. Alvast rolgordijnen open gedaan. En dan kan je die nu weer in de rolgordijnen gaat. Doei Gaia. Hi Gaia. Ik ben net klaar met werken en net gelijk broodje gemaakt. Broodje met pindakaas. Oh, dus dat is even lekker. Maar het is niet alleen dat wat ik ga doen. Ik ga nu even lekker ook lekker een bakje koffie zetten. Natuurlijk omdat ik nu vrij ben. Ik kan nou in de middag gewoon een lekker bakje koffie drinken. Dat vind ik zo heerlijk dat het is. Dus ga ik dat even gebruik van maken. En dan een lekker bakje koffie drinken en lekker broodje eten. Hierna ga ik denk nog een broodje maken natuurlijk. En dadelijk even lekker genieten van het weer hier zo. Oh, zonnetje schijnt, lucht is blauw. Heerlijk gewoon. Dus ga ik dat even lekker doen. Van ineens klaar om te werken. Ineens lekker broodje eten. Dus heerlijk broodje pindakaas. En ik heb nog heel veel lekkere dingen wat ik op een brood kan doen natuurlijk. Ik weet niet wat jullie altijd op brood hebben. Ik vind de pindakaas altijd het lekkerste wat er is. Wat ik ook lekker is om op brood te doen is eigenlijk kaas met mosterd. En wat ook lekker is, vind ik tonijnsalade. Kip curry of filet. Oh, zulke dingen vind ik altijd zo lekker. Laat even weten in de reactie wat jullie altijd op brood eten. Of eet je er niet brood? Ik eet sowieso eigenlijk bijna nooit in de ochtend. Want ik ben geen type die in de ochtend eet eigenlijk. Ik weet niet hoe jullie in elkaar zitten. Maar ik ben echt geen ochtendeter. Echt totaal niet. Ik eet dan eigenlijk niks. En ga ik gelijk naar mijn werk. En het is slecht eigenlijk. Maar ik weet niet. Ik ben eigenlijk ook geen middageter. Eigenlijk algemeen ben ik niet zo snel eten. En door de hele maar enigszins in de avond. Ik weet dat het heel slecht is om dat te doen. Maar ja, ik weet niet. Het gaat gewoon niet. Het lukt gewoon niet om dan te eten. Mijn mond wil niet. Ik krijg het er bijna geen. Maar ik dacht, weet je, ik moet nu gewoon eten. Dus vind ik wel belangrijk eigenlijk toch dat ik eigenlijk eet. Normaal eet ik nooit in de middag. Sowieso nooit. Want ik natuurlijk omdat ik ook in de middag aan het werk ben. Dus vandaar. En nu niet. En dat ik nu vrij ben. Dat is het lekkerste wat er is. Al heb ik lekker de hele middag. Lekker. Kan ergens van kan genieten. Bijvoorbeeld een zon of wat anders. Iets leuks doen buiten of zo. Eigenlijk als ik. Ja, eigenlijk is dit. Wat ik heel waarom nu in de ochtend werk is omdat. Is omdat eigenlijk in de middag veel te druk voor me is. En ik kan dat niet handelen. Dus ik vind het moeilijk om. Ik merk gewoon dat de klant er geen afstand neemt. En dan krijg ik er prikkels van. Dat wil ik even bij zeggen. Ik word dan depressief van als ik naar zit te kijken. Dus dat wil ik even zeggen. Ik wil gewoon even vertellen hoe ik voel, hoe erbij voel. Als ik dan in de middag ga werken. Maar in de ochtend is veel, veel lekkerder dan in de middag. Ochtend vind ik veel lekkerder. Dus. Maar dan ga ik nu lekker broodje eten, Sander. Dus ga ik even lekker hiervan genieten. Lekker broodje, pindakaas. En misschien daarna nog broodje met tonijn of filet. Ik ben even boodschappen gaan doen en ik heb 3 dingen gehaald. En eten voor vanavond natuurlijk. Ik moet ook gewoon eten. Ik had eigenlijk gegeven voor vanavond geen eten. Dus die heb ik even snel gehaald. En dat is, gaan jullie vanavond horen. En gelijk even eten gehaald voor de weekend. En ik hoop dat het goed is. Want ik zat te twijfelen of ik nou bami of nasje ga maken. Dus we gaan zo meteen, ga ik even een keer kijken binnenkort. Maar ik heb 1-3 plantjes gehad. Dat ga ik zo meteen laten zien. Maar wel benieuwd of dat mij gaat lukken om zo lang vol te houden. 1 plant
hoop ik wel dat het gaat lukken. En dat het mij echt, echt gaat lukken. Maar ik ben bang voor niet. En laat even weten hoe lang jullie daar denken, hoe lang ik dat ga volhouden. Want ik ga zo, ben zo type, als ik iets moet verzorgen, behalve Ganja dan, zonder Ganja, dan kan ik weer wel. Maar al heb ik een plan, dan weet ik van mezelf dat ik gewoon echt ga vergeten om te verzorgen. Maar er zijn 3 verschillende planten. 1 plant past gewoon ongelooflijk bij mij. Dus zeg maar, dan ga ik zo meteen wel laten zien welke het is. Dus ja, en voor vanavond dus, wat ik al zei. En nog iets lekkers, waar ik echt ongelooflijk dol op ben. En daar ga ik ook meteen zien. En een andere plant heb ik gewoon voor hier gekocht. En het is ongelooflijk warm. En niet normaal. Ik zit ineens zo te zweten. Ik krijg ineens heel erg warm. Logisch, want ik heb ook eigenlijk gewoon een winterjas aan. En terwijl dat een beetje zomer aan te worden is. Tenminste, het weer wordt zomer, laten we zo zeggen. Dat kan je wel meer zeggen, want je ziet al plantjes. Planten die aan het groeien zijn. Maar dan gaan we nu even lekker richting huis toe. Dan laat ik zo meteen zien wat ik welke voor 3 plantjes gekocht heb. Tja, dan laat ik zien en welke 3 planten heb ik uitgekozen heb. En ik zag even voordat ik wegging, heb ik even net mijn eigen programma zitten kijken van net even anders. En dus aflevering van Genies. Maar ik vind het leuk om even terug te kijken. Een mooie herinnering. Weer allemaal omhoog te halen. Gewoon, ja. Gewoon een mooie terugblik. Want ik ben, het is al een tijdje geleden. En ik dacht, weet je. Ik ben helemaal vergeten hoe het allemaal is gegaan. En dan zie ik zo'n beelden weer toen terug. Dacht, oh ja. Zo. Dan wist ik hem. Dan kom je allemaal dingen tegen dat je helemaal niet meer wist. Ik weet niet of jullie voor herkenbaar is. Bijvoorbeeld, ja, gewoon dan kom je dingen er tegen, denk je van wow, dat is te lang geleden. Of wow, dat wist ik niet eens meer, joh. Dus, maar ja, ik heb 3 planten, wat ik al zei, gekocht. Net even uitgehaald en eten van deze hele week. En ik denk dat jullie wel dit wel grappig vinden: koffieplant. Die bedoelde ik, die past gewoon letterlijk bij mij. Ik vind dat die letterlijk bij mij past. Koffie. Plant. Of bloem, wat dan ook. En gewoon eigenlijk versierplant. Vond ik helemaal mooi. Voor de sier. En tomaat. Daar had ik letterlijk zin in om te hebben. Maar ik hoop zo dat deze goed gaat bloeien. Ik ga even voelen naar de aarde. Ah nee. Zijn nog is nat. Even kijken, deze is ook nat. Want dat weet ik nog wel. Kijk, die is droog. Dat weet ik wel. De aarde mogen niet droog zijn. Of heb ik verkeerd? Laat het weten in de reactie. Als heb ik verkeerd of het wel kan of niet. Maar volgens mij mag in ieder geval planten niet droog zijn. Dan ga ik even lekker tas uitpakken en dan ga ik allemaal aflevering weer trommel. Terugkijken wat ik allemaal gekeken heb, wat we allemaal mee hebben gemaakt. Gewoon een herinnering, wat we allemaal mee hebben gemaakt. Gewoon herinneringen even terugbrengen. Van wow, zo, dat is al lang geleden. Want ik ben zo type die alles weer vergeet. Maar als ik weer beelden terugzie, dan weet ik alles weer. Dat heb ik in ieder geval. Ik weet niet of het net even anders, de kandidaten ook dat hebben, of van net even anders. Dus. En tas uitgepakt te hebben, neem ik gelijk lekker ijsje erbij. Ga ik wel lekker van smullen. Het is warm weer. En dan ga ik lekker van deze ijsje genieten. Laten we dat even doen. En dan even een aflevering een keer terugkijken. Het is lekker te eten al. Dit is lekkere pizza die op mijn schoot zit. En dus ik net duurvallig YouTube te kijken. Maar ik eet altijd met knoflook. Maar ik ben vandaag naar een winkel geweest. Knoflook zit te zoeken. Ik weet niet of het herkenbaar is. Loop je in een winkel, zoek je iets. En dan kan je het nergens vinden. Nou, dat had ik vandaag. Ik zoeken. Nergens gevonden. Kom het ook niet meer vinden ook. Maar ja, maakt niet uit. Dan maar een keer zonder knoflook. En dan ga ik nu lekker van smullen. En waarschijnlijk dat ik zo meteen. Nog zeker. Maar dan gaan we even bellen met net even anders. Wie dat zijn is voor mij Sanne als ik goed heb. Veerle en Vincent. En dan ik.
Ja, dan zijn we al met z'n vieren en we kunnen weer met video, met z'n vieren video bellen. En ik had natuurlijk ook al een tip gekregen. Een van jullie gaat naar Zoom. Niet iedereen wil Zoom downloaden. Ik heb het aangegeven, we hebben er al heel veel over achter de schermen gehad. Hoe een keer video gaat bellen. Maar de enige optie is WhatsApp video bellen. Dus dan weten jullie dat ook. Dat we voortaan doen. En het zou wel een keer leuk zijn om een keer echt letterlijk met z'n allen zijn. Maar dat denk ik dat het helaas niet gaat lukken. Maar als het gaat gebeuren, laat ik jullie in ieder geval weten. Ik ga het wel een keer ooit proberen. En natuurlijk, ik zit even kijken. Oh nee, daar zit hij niet achter. Maar ik ga juist er af en toe eens daarachter. Deze hier zo. En ik zat even net al te kijken. Maar hij ging net al vandaag al naar me toe kijken. Maar waar ik al wel even op terugkomen, even video bellen natuurlijk. Dat niet iedereen Zoom heeft en of wil downloaden. Maar ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de tip. Leuk dat jullie meedenken in ieder geval om te zorgen dat het hele team net even anders in beeld komt. Maar niet iedereen kan helaas in beeld komen. Dus soms zie je al soort Veerle, soms zie je af en toe dan Chinese en af en toe dan Mitchell. Maar in ieder geval, ik denk dat standaard wordt sowieso wordt Vincent, Sanne en ik. Dat wordt denk ik sowieso standaard, waarschijnlijk is niet anders. En af en toe dan Veerle en af en toe weer Chinese, af en toe weer Mitchell. Dus allemaal, dat is wel, zijn we in ieder geval. Iedereen is natuurlijk wel nu gezien in de vlog. Super tof dat je kijkt naar deze goede vlog. Welkom bij deze Net Hebben Alles Toch. Mijn naam is Vincent, links zit naast mij. Sanne? Sander zit hier. Ik? Onze goede vriend Sander. En dat is... Maar... Oké, voor de duidelijkheid voor de kijkers. Vincent... Ik ga even een beetje zo zitten, wacht. Voor mij zit Vincent linkerkant en Veerle rechtsboven en Sanne linksboven van mij. En nu is het wel grappig. Oh. Nu zit iedereen door andere manier qua bellen. Dus nou vind ik het wel grappig om te weten, hoe staat iedereen als videobellen? Welke twee zitten nu onder voor jullie? Gaan we eerst bij Vincent. Okay. Nou, bij mij zit onder Veerle, linksonder. Sanne linksboven en jij Sanne rechtsboven. Ja, bij mij is het dus ook, want Sanne zit bij mij... Zit, ja, Sanne, Vincent, jij zit naast mij, jij staat naast mij, links van mij en... Sanne zit dan weer boven Vincent en Sanne zit dan weer boven mij. Dit is wel grappig hoe ik het heb. Hoe ik het heb is Vincent, dan ik, boven Sanne en Veerle. Dus dat is wel grappig. Jongens en meisjes onder elkaar. Oké, Sanne, en hoe heb jij? Jij zit boven mij. Ja. Rechtsboven Veerle en recht naast mij, Vincent. Ja. Oké, dus jij en Vincent zitten onder en Veerle en ik boven. Oké. Ja, klopt. Dus kijk, dus we denken dus dat bij videobellen dat iedereen, degene dat bellen is, ziet de beelden anders. Juist. Dat is wel grappig eigenlijk. Dat is niet zo, dat is bij iedereen anders. Ja, net even anders. Ik wou het net zeggen. Sorry, ik was net even voor, Sander. Jammer. Oké, is goed. Hoe is het met kattenbief? Kraden hier, want daar zitten kattenliefhebbers, alle drie. Ja. Kattenliefhebbers. Ja, maar Gonja, wel goed, die liggen op mijn bed. Mijn vrienden weet ik niet. Die zijn waarschijnlijk aan het eten of zo. Oké, en dan ik zie hem. Oh, ik zie hem. Belia. Ja. Oh. Ja. Goed. Nou, voor de volgers, dit is nu maandag. Even denken hoor. Wacht even, nee. Zondag. Zondag is het. Zondag voor de volgers. Nou, Koningsdag hebben we dus gehad. Een week geleden alweer. Bijna week. Even kijken. Bijna. Voor morgen is het week. Ja. Dus we betekenen dus, kijk, want wij drie hebben dus gebeld tijdens Koningsdag. Ja. Dus Sander, Veerle en ik. Maar Sander, jij was niet meegedaan, want Sander, wat was jouw reden?
Ik heb de hele middag met mijn ouders gesjoeld. Oh, met die sjoelbak. Oh, dat is leuk, joh. Ja. En hoeveel punten had je? Dat is leuk, sjoelen. Dat is echt leuk. Wat zei je, schat? Heb je gewonnen ook? En hoeveel punten gehaald? Nou, ik heb... Het is best lastig hoor, soms. Je moet 400 gehaald. Maar je moet echt mikken. Weet je hoe moeilijk dat is? Je moet echt precies bij die ja. mikken. Om te kijken. Klopt. Het is best lastig hoor, als je even moet mikken. Dat je zeker, moet ja. mikken, ja. Ja. Soms heb je geluk, in de ene kant heb je, denk je van, Ja, soms gaat het goed. Soms gaat het minder. Weet je wat nou altijd irritant is? Ik weet niet of voor kijkers ook wat herkenbaar is. Ga je sjoelen? Raak je net, zit er eentje net in, net niet in, in die gat, om zo te zeggen, klinkt een beetje raar, maar, maar, en dan ga je nog eentje gooien, raak je hem, gaat hij net niet erin. Oh ja! Dat hij net niet hard genoeg is. Nee, net niet hard. Dat is zo vervelend. Dan denk je, ja, dan zie je bijna gaan en net niet. Oké. Nou, ik weet niet, je kan toch wel eens per ongeluk tegen die bak aankomen als je gaat mikken, dat je met je hand, als je niet goed, ja, als je niet, ja, als je koot tegen die bak zelf of zo. Dat lijkt me wel pijnlijk. Als ik niet... Dat je gewoon met je hand verkeerd raakt. Ja, ik denk dat je per ongeluk dan per ongeluk tegen die, dat houdt, ja, ik weet het niet, ik weet niet hoe je dat zegt, maar... Ja, dus, goed, dus het sjoelen dus, dus je hebt de sjoelen, ik heb ook sjoelen gedaan trouwens. Alleen, ik was de beste van de bewoners. Ja? Met hoeveel punten? Met hoeveel punten? Eigenlijk mocht het maar 2 beurten. Ja. Dus ik had me heel laag, 31. Mocht je maar 2 keer? Dat is wel lekker, ja. mooi getal. Waarom maar 2 keer? Dat is echt oneerlijk. Ja, omdat we waren met 16 mensen, Veerle. We waren met 16 bewoners. Ja, dat snap ik het wel. Dus daarom, ja, anders duurt het te lang natuurlijk. Maar als je met 4 mensen bent, als je maar met 3 mensen bent, mag je wel meerdere keren of zo. Klopt. Klopt, ja. Goed. Sander, wat Sander net zei, van hij heeft alle YouTube-filmpjes gezien van Net Even Anders. Dat weten kijkers, daar heb ik al over gehad. En toen had ik over... Weten jullie nog wat allemaal is gebeurd? Of hebben jullie dat ook? Of hebben jullie dat ook als je pas... Of hebben jullie dat ook pas als je de beelden weer terugkijkt en denk je, oh ja, dat is waar. Dat hebben we ook nog. Ik zat net te kijken en ik dacht, oh ja, dat is waar. Je weet heel veel dingen wat eigenlijk niet echt belangrijk is. Ik weet niet of dat voor jullie herkenbaar is. Dat vergeet je gewoon. Maar altijd leukste dingen, bijvoorbeeld met die schommel, bijvoorbeeld. Maar wat ik ook nog weet, is op die, bij die schommel op die paard gingen zitten. Jij en Chinees. Ik? Klopt. Ja. Maar ik klopt. Ja, dat vonden wij gewoon leuk. Maar ik weet ook nog dat de eigenaar of leidinggevende, die wou dat ze nou naar beneden gingen. Ja, we kregen een soort van rondleiding. En toen wouden we op die paard, maar er kon, hadden we niet zoveel tijd ervoor. Want we moesten snel naar beneden. Omdat een van, volgens mij waren die, volgens mij weer 2 regisseurs, die wouden dat we zo snel mogelijk gingen verder met opnemen. Nee, dat was de leidinggevende van dat schommel. Die zei dat. Oh ja, van het locatoren, ja. Ja, juist. Van niet allemaal paard? Ja. We waren op een foto, maar er hadden niet veel tijd ervoor. Nee, klopt, want... We moesten eigenlijk naar beneden toe lopen. Sanne en Janice gingen op de foto en eigenlijk wou hij dus al de foto gaan. Ik het weer. Sanne, jij zat het apart op klimmen. Toen moesten we eigenlijk snel naar beneden toe. Ik dacht al, hè, wat bedoelt hij nou? Ik heb dat helemaal niet meegekregen, hè? Nee? Jij was niet de enige. Want weet je wat ook wel eens gebeurd was? Mitchell was aan het vlossen, alleen we waren Mitchell kwijt. Oh. Dat weet ik niet meer. Dat weet ik weer niet meer. Wie is dag was dat eigenlijk? Dat was van Shanice. Oh, ook Shanice dat. Wat ik wel nog weet, dat weet Mitchell denk ik vast wel. We moesten voor een dag van Shanice bij de dierentuinpark. Moesten door over de steentjes lopen over de water. Oh, ja, en toen stapte Mitchell in die plas.
Oh ja, toen dat Mitchell. Alles of zo? Klopt. Oh. Toen mochten we dat verboden deel. We mochten het verboden deel van het bos. We mochten het verboden deel van de diertuin. Maar gelukkig niet. Maar wie zat weer in de plons water? Mitchell. Oh. Ik heb het ook een keer gemaakt hoor, dat ik op een steen liep en ook uitgeleid en dat ik helemaal onder het water beland. Toen was ik helemaal klets, een hele broek geklets van. Oh, lijkt me zo irritant. Maar gelukkig was het warm weer. Het was ja. Warm buiten, dus toen was het niet zo erg. Nee, oké. Ja, ik heb een aantal afleveringen heb ik al teruggekeken. Ik heb van Villa nog gezien, ik heb van Mitchell nog gezien. Ik moet waarschijnlijk de ander ook nog even terugzien. Maar ik vond het van Sanne ook wel leuk. Dat was bij die woonboot dat we daar waren. Oh ja. Nee, dat zingen. Ja. Of in de limo. Of een limousine. Toen gingen ze hier in de krantenwijk, loop ik langs de lijn. Nee, Vera was hier niet bij. Ze is naar het ziekenhuis, joh. Ja, dat is waar. Oh ja, klopt. Sander, weet je waar ik echt moest lachen? Om Donnie. Dat... Oh ja. Oh, wat gebeurt hier? Ja, zo van... Ik weet het ook niet. Ja, dat klopt. Dat Donnie net als zo deed, dat ging toezoenen met jou. Ja. Ja, dit fragment was bij het net even anders achter de schermen. Juist. Of die ene van dat in de boot zat en dat zei Donnie van de Beek. Donnie van de Beek. Na 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 na. Donnie van de Beek. Ik zat nog op Sander, want is dit wel bij Ajax? Ja, weet ik. Ja, maar we hebben het al eerder over gehad, maar gelukkig zei de kijkers niks over. Maar Sander, weet je nog bij Ajax? Ik moet niet kijken. Ja. Ja, ik weet het wel. Dat was volgens mij... Dan gingen we juist naar de productie, toch? Naar dit kantoor? Klopt. En daarna naar Kensington, in die avond. Ja. Oh, was het die avond? Dat was echt zo leuk, dat vergeet ik. Oh ja, en wat... Wat gingen we ook weer zingen? Wat gingen we naar Kensington gingen? We gaan naar Kensington. Ja, ik weet niet hoe was het nou? We gaan naar Kensington. Wij gaan naar Kensington. Sanne, ja? Jij hebt toch die cd van Kensington nog, of niet? Nee, Sanne heeft een cd van Kensington. Ja, ik zei niet Sander, ik zei Sanne, maar... Ah. Dus wel. Oh, leuk. Ja, oh ja, weet je wat ook wat heel bijzonder was? Laat ik zo zeggen, er waren ook beelden die nooit zijn uitgezonden. En een van die beelden was, dat was vlak voor de weekend gingen, gingen we Marlijn nog even zeven knuffelen. En Marlijn die zei van, ik ben meer een grote zus dan een mama voor jullie. Ja, dat weet ik, klopt. Dat was zo keer. We zijn toen naar Wie is de Mol geweest natuurlijk. Toen had ik het ook al pas geleden nog gezegd tegen daar. En toen zei ze, ook in hetzelfde wat jij zei, toen zei ik daarbij, eigenlijk meer voor Vincent. Qua leeftijd. Ja, maar nou even over wat serieus, want is het, Sander heeft niet zo lang geleden over gehad, zo van, over dat na deze coronacrisis, dat we het normale leven willen ingaan. Voor Sander en voor Veerle, denk je dat het dit... dat jullie het normale leven weer kunnen oppakken? Ik denk het wel, maar het kan even tijd kosten voordat ik weer helemaal in een normale wereld zit. Normale situatie. Ja, ik heb er nog over gesproken. Ik wilde jou even bij halen, Vincent. Want ik heb een reactie gekregen. Maar dan ben ik benieuwd naar jouw antwoord. Er is toen een reactie geplaatst, dat geldt niet voor iedereen met autisme, aangezien het verschil per persoon. Heeft diegene gelijk, of juist niet? Die persoon heeft wel gelijk, want bij iedere mens met autisme is het anders hoe je om moet gaan met de situatie. Dus bijvoorbeeld, laten we zo zeggen, eentje kan er wel mee goed mee omgaan en de andere heeft heel erg veel moeite mee. Klopt. Maar allebei hebben ze wel moeite mee misschien. Maar één heeft meer dan de ander. Ja, de ene heeft meer moeite dan de ander. Kijk. Okay. Dus ja, degene heeft wel gelijk dus.
Ja, hij heeft wel gelijk. De ene heeft wat meer moeite mee dan de ander. Maar ja. Het gaat erom. Omdat, kijk, het geldt niet alleen voor mij. Maar het geldt voor allemaal. De vaste structuur is weg. Ja. En je moet proberen om nieuwe structuren op te bouwen en om te zorgen van dat je positief blijft hangelen. Maar ik denk dat voor de ene wat makkelijker is om nieuwe dingen te leren dan de andere. Dus het is voor de ene wat makkelijker om te schakelen dan voor de ander. Wel, voor mij persoonlijk is het wel wat lastiger, maar nu gaat het wel goed, nu gaat het wel beter. Maar het is gewoon een lastige situatie en je moet proberen om goed mee te handelen. Ja. En Villa, vind jij het moeilijk of niet? Om dadelijk nieuwe. Zou het normaal zijn om als je opnieuw op te pakken hoe het normaal was? Ja, ik denk dat ik het wel zou kunnen, maar het blijft toch wel lastig hoor. Want ja. Je dus ziet wel in de best. Voor jou wordt het ook weer een beetje wennen als we bijvoorbeeld weer mogen knuffelen en alles weer normaal mogen doen. Ja. En voor jou? Ik denk dat ik wel weer. Ga weer wennen, denk ik ook wel. Dat ik van wel ook wennen zal worden, ja. En voor jou, ik schat? Ik hou van knuffels! Ja, ik hou van knuffels! Knuffels! Ja, dan is gelijk gewoon een knuffel. Knuffels ben ik ook niet, kan ik niet, ik wil gewoon knuffelen! Enigszins wat ik niet kan knuffelen is Leganya! Dat is Leganya! Ik wist dat ook! Ik wist het ook natuurlijk! Ik ook! Dus kijkers, wij zijn met z'n allen gewoon knuffelbaar! Ja! Nee, oké. Goed, ik heb. En zoenen, God! Zoenen! Ja, Sarah, ga je echt zoenen? Ik ga zoenen! Ik zoen het! Ja, dat sowieso, schat. Dat gaan we zeker doen. Als we elkaar mogen zien. Ja, vooral jullie twee. Ik heb ook een bericht gekregen van Fleur. Ja. Fleur, die kon helaas niet vaak bij zijn met videogesprekken. Want ze is nu heel druk op dit moment. Oké. Logisch. Maar ze vinden het wel leuk dat we met z'n vieren met elkaar mogen videobellen. Want dat vindt ze hartstikke leuk. En dat we ook. Maar ze denken dat ze ook wel leuk om een keer bij te zijn, denk ik. Ja. Dus dat ze ons elkaar steunen. Dat we elkaar helpen. Ja, dat zeker, ja. Dus als ze dit kijkt. Even met z'n allen nog bijna, Fleur. Nee, even zwaar. Als ze kijkt, hè? Ik hoop het. Ja, als ze kijkt, hè? Als ze kijkt. Oké, goed. Eens even kijken. Sander heeft een plaatje aangevraagd van Marlijn. Marlijn Moed, dat was vorige week nu, voor de kijkers. Ja, en nog iets, maar dat is niet. Dat heeft voor de kijkers eigenlijk niet heel veel nut, dat is al geweest. Maar, morgen gaat iets wat gebeuren. Dus houd het ook in de gaten, dus ook voor jullie nu. Volgende week is er RTW. Back to Now. Oh, morgen is er Back to Now. Ja, wat? Ik ga er niet naartoe, maar ik ga wel luisteren naar ze. Ja, want Joshua en Eva zijn. Dat zijn twee goede vrienden van Sander. Die gaan morgen weer, opstarten. Ja. Oké. Okay. Ja, nou, misschien moeten we even uitleggen aan Philip. NTV is een lokale radiostation van Waddinxveen. En Joshua en Eva, dat is een goede vriend van Sander. En die hebben ook. Je kan eigenlijk kan je ook zeggen, ook voor jou, hè, Finn? Want jij hebt ze ook leren kennen. Ja, want. Wat aantal van ons zijn er een keer geweest? Ja. Wij zijn met z'n drieën tournee geweest. Ik, Vincent en Sanne. Ja. Ja, en eigenlijk hebben we hadden gewoon zo graag gewild dat jij bij ons spelen. Was leuk geweest. Dat geloof ik graag. Ja. Goed. Eens even kijken. Goed. Dat weet ik weer. Dit is ook een tijd voor hobby's. Ja. Voor iedereen. Plaats even in de reactie welke hobby je gaat doen om de tijd te vullen.
Ja, dat is een hele goeie. Ja, want bijvoorbeeld, Veerle doet aan diamond painting. Ja. Maar ik ga waarschijnlijk ook binnenkort hier werken. Als het weer van de GGD en de raad weer mag, dan mag ik waarschijnlijk binnenkort weer werken. Oké. Okay. Oh, dat is wel leuk. Natuurlijk, dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws voor jou. Een collega van mij, die werkt al, dus... Oké. Okay. Maar die verveelde zich zo dood thuis dat hij weer de... Dat hij weer wilde werken, dat mocht toen, dus ja. Ja, want... Waarom is die van de GGD hoger? Nou, omdat ze natuurlijk wel een beetje zien of ze het aan kunnen met de afstand en zo. Ik denk dat ze willen kijken hoe het daarmee gaat en zo, denk ik, of zo. Want jij zit in een risicogebied? Ja, het is natuurlijk al heel groot daar, dus op zich is het nog best redelijk makkelijk om afstand te houden. Maar ja, met die mensen met die karren, dat maakt het... Maar dan moet je gewoon kijken, als er iemand aankomt, moet je gewoon of je wacht even, of je... Maar ja, we hebben hesjes aan en wij krijgen ook hesjes. En dan staat er natuurlijk op 1,5 meter en dan zien ze natuurlijk van, oh ja, die heeft wat hesjes om. Dus die houden wel een beetje in de gaten van hoe diegene, ja. Maar wij moeten ook op die klanten letten, wat zij doen, dus. Ja, dat is ook wel zo. Wat voor degenen die het niet weten, Veerle werkt in het distributiecentrum in Amsterdam. En wat voor werk doe jij dan, normaal gesproken Veerle? Want jij werkt in het distributiecentrum. En wat is de afdeling wat jij doet? Distributiecentrum, wat bedoel je van? Distributiecentrum, volgens mij is het een groothandel. Groothandel was het. Ja, het is een grote supermarkt eigenlijk. Ja. Ja, ik doe meer vakken vullen en spiegelen en... Ja, zulke dingen een beetje en een beetje wat je normaal ook in de supermarkt doet eigenlijk. Oké. Dus ja, voor mij herkenbaar. Hetzelfde verhaal en ik sta waarschijnlijk ook elke vrijdag nu sta ik ook bij de broodafdeling, dus dan ga ik ook weer met brood beginnen en zo en... Ja, en via de tv had je al uitgelegd dat je... Via de tv had je natuurlijk gezegd van dat je nu wat anders doet, maar dat je graag bij brood terug wou. Had je al aangekondigd op tv, dus daar ben je nu teruggegaan. Maar dat is maar één dag dan in de week, want ik werk dan maandag, woensdag, vrijdag, want... We moeten eerst nog even inwerken weer, voordat we echt helemaal weer... Echt de hele week weer gaan werken. Dat was een gezellige belletje met... Team net even anders. Namens nou, even met Veerle, Vincent en Sanne. En maar met mijn vriendin ben ik nog aan het bellen. Maar er komt ook weer een einde aan deze vlog natuurlijk. Want elke dag. Ik ga volgens rolgordijnen dicht doen. Want maar het was een leuk gesprek. En ik ben nu nog aan het bellen met Sanne. Dus wat ik al zei. En ik zat net al te denken, wat zou ik eten? Want ik heb 2 keuzes. Even kijken, dit is voor 3 à 4 persoons, oké. En ik heb ook nog nasi wat ik kan maken en dat is voor 2 persoons. 20 minuten klaar. En dit is in... Oh, dan ben ik altijd bijna een miljoen daar. Hoe duurt dit om te maken? Okay, maar het maakt niet uit, komt wel goed. Zit ik toevallig te bellen en ik zit zo... Ik zit zo lekker hier op de gemak, op de stoel. En zie ik ineens zo te kijken en wat vind ik? Een kruin waar ik aan het zoeken was, heb ik eindelijk nou gevonden. Ik dacht wel, hij ligt op die kast. En ik kijken. Nee. En elke keer, dat heb ik zo vaak en heb ik al een paar keer aangemeld. Elke keer als ik iets zoek, als ik iets nodig heb, vind ik het nooit. En heb ik het niet nodig, vind ik er mee eens. Zoals dit. Ik ga nu maar lekker mijn bedje in en lekker gaan slapen. Want morgen word ik al wakker gebeld door Sanne. Dat was wel geweldig. Maar schat, ga je nou niet slapen? Toen zei ik ja, ik ga. Maar ik weet al sowieso dat ik wakker word. En ze zei, ik had vroeg, maar zo moe zie ik er ook weer niet uit. Jawel, zegt ze. Maar, dus ik ga nu maar lekker mijn bedje in. Het is nu ongeveer 9:30. Ja, geweest. 11:11 geweest. Dus ik ga nu lekker slapen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als je me beneden abonneert. En toffe reactie achterlaat en blij duimpje achterlaat. En dan zeg ik alvast veel kijkplezier. Gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij la. Tus.
zitten diepe twijfel. En dat is, zou pankoek eten of gewoon brood? Ik zit daar voor twijfel.